morenknop. En toen, wat is het? Mij K. Kom eens K. Vind nou water. Jouw kar lijkt water. Kom ze. Herman, iemand stap je kar lijkt het voor mij, man. Goed, Herman. Praat er niet ook van een beest nie. Dis my Nelly, by die waterwerke. Wat van my Nelly? Dis die my enigste ou koetjie. Wat van haar? Daar's nou twee koeie, oom Koot. Uitgekalf. Annie is een bul. Maar wat van die bul? Wie se bul is het? Wat maak hy? Wat? Skiet. Oorlog. Oor die grens gebul. Ja, maar wat maak die bul? Wat maak hy met Nelly? Kijk, mens, nou klaar praat met die koei. My arme Nelly. En dis alles die bul uit die noorderse skot. Hek klop. Ek kan amper nie glo nie. Want ek het lank al verwag. Wat hy vir ons probeer sê, het per avond bang was. En nou gebeur. Hek. Ons moet dinge daarop praat, nie voorzitter. Maar moet ons, weet jy precies wat hy bedoel? Ek weet precies wat hy bedoel, ja. Dat is min tyd. Van de tijd, meneer de voorzitter. Wel, ja. Nou maar, dank je, Knop. Jij kan maar gaan, hoor. Dank je. Jij zegt geen mens hier van die hoort, Knop. Ons zal geen bul bij ons watertoren toelaten. Ons moet versigtig wees, meneer. Jy kan landmyn en bomme wees. En hulle gebruik met silo op. Dan kan meer as een van die volgende wees. Kalm bly, meneer. My arme Nelly. Versigtig, meneer. Hy is seker gewapen. Ek wees weg af. Wat vir my Nelly is? Sy nog reg? Daar is die fout nie, ons is betijds. Waar sy nou? Misschien die bomme ergens. Ja, maar waarom, Koos? Maar op die watertoring met mij. Ik kan het gaan zoeken. Land mij de betop! Ik kan het gaan zoeken. Maar die grond is zo groot, het is een lang tijd vat. Dan grauw, oorlogs. Grauw? Ja, grauw. Is
burgemeester van die raadse arbeiders gemeld. Dat is 6, het zal wel. Wat zegt die burgemeester dan? Nee, meneer. Ik denk niet eens verstandig om onschuldige mensen in gevaar te plaatsen. Bovendien, ik wil niet paniekeren. Dan willen we ons met hetzelfde doen. Ons vier. Meneer Burger, het is een voorrecht om te dienen. Een eer. Ons doen dit zelf. Waar is die vat bij Karrenhaven op de bak halen? Echt goed. Zachtig. Ik wil niet, iemand moet weten. Ik wil niemand iets zien. Ik wil niet een klomp toeschouwers hier als die bom afgaan. Van wie af is dit? Nee jongen, het lijkt voor mij naar regeringszaken. Amtelijk en als. Ja, man, wat voor een ding is dit nou? Nogal wat bedoel je af? Nogal van die Weermacht, kan je het groeien? Het is misschien jou. Het is voor mij ja, in meer groene wat. Maar dank je meisje, waar is ze maar kijk. Zien jou hoor, zien mooi blij. Hey, jemmel, basie, maar jij is doos, nee? Ja, ten eerste, zo. Hoor je basie, hoor je, man, die is een beetje van mij hier. Ik versta niks van je goed af, nie, man. Nee, Tanja, ik kan niet. Kijk, was dan niet tijd al? Ach, die man lees, man. Ik vind dit hem niet basie. Morgen? Toch niet je basie, man. Dan lees jij. Is van die army af. Ja, wat zei hulle? Is oproepinstructies. Oproepinstructies? Ja. Die Martinus Johannes Groenewald. Hulle roep hem op. Wat? Hey, Tanja. Die man moet morgen al in die army wees. Morgen al? Shame. Is het dan niet zijn neefje of iets? Nee, man. Basie, vat hier. Oeh. Ja, Basie, hoor je. Basie. Die, Martinus Johannes Groenewald, wat hulle hier oproepen, is ek. Antie. Antie, Amie toe. Niks gekregen. Nee, hij heeft het knop geschrikt. Ik denk, er is nou niks. Ja, dank je toch daarvoor. Zeker hij ons even stoppen. Kom weg en terug. Slis. Meneer, ik denk het is tijd voor een noodvergadering. Zal ik in beleven, meneer de voorzitter? Zomaar onmiddellijk. Ik geloof het niet. It's impossible. Ja, Ron, man, ik en jij is samen niet, Ami. Behalve, ik ga morgen al. En jij komt eerst aan het einde van het jaar. Kijk hier. Riep het, Ron. Mama zei die Ami het me opgeroep. En op zijn roep zeggen ons nooit nee, niet? Zeg ons altijd, altijd ja. Ja, ons kom, Zuid-Afrika. De ID number. Huh? Is het jouw? Nou, zeven. Dat is mijn ja! Maar het is belachelijk, maar het kan niet wezen dat het een groot fout is. Hoe kom? Lees jij niet ook rond en zie jij niet wat op televisie aan die gang is? Nee, jij niet hoe die wolf is al bij die deur, nee? Maar ma... The Russian bear. Precies. Het toetentale aanslag op ons land, kinders. Ik ga je helpen met de keer. En die keer, man, dalk roepen we jou ook nog op en dat is allemaal dag. Ja. Ma... Hè? Maar Ron kan hij aan me toe gaan, is ek nie gestresseer. Ach, doe maar Ron, man. Ik zei jou ja, die probleem die los ons om een gauw gauw op wakken is, maar moet gaan pak. Ik geloof het niet. Maar die papieren sê so. Is haar naam rechtig, Martinus Johannes? Mm-hmm. Ik heb het niet geweet, nie. Is jou knie genoeg zeer? Antie. Wat? Mijn knie, mijn knie. Thuiswag. Ons praat van de thuiswag. Maar meer iets tussen die veiligheidspolitie en die deurmag, zal ik zeggen. Een soort thuiswag. Ja, Willeoog is de commando is niet aangevallen te ver. En die politie op die grenspost is te bezig. Ik denk ons los ons probleem zelf op, meneer de voorzitter. Thuiswag, ja. Kijk, ik denk dit zou beter wees als ons een of andere vorm van ambtelijke erkenning kan krijgen. Meneer de voorzitter, ons wordt bedreigd.
Ons kan nie wag vir komitees en ondersoeke en aanbevelings en wysigings en al daai soort van dinge nie. Ons moet optree, dis ons plig. Ah, is ons plig, ja. Nou, ons plig is het, ja. Ons moet optree. Ek maar, ons moet oppas wat paniek. En die voorzitter, die gesê het, net een paar uitgesoekte vertrouwelinge. Ek stem saam. Net genoeg mense om die werk te doen. Maar wie? About to say, whatever happened to us, things were just right and then it was, oh, it was gone. Onthou nou die yskas aan die kind, ontvries hom eenmaal elke drie maande, hoor, en nie oorslaan nie, onthou. En oppas dat die water nie uitloop, nie kan dan die hele wêreld nat. Ma! Nou, wat is dit nou? Is dit te veel werk of wat? Is dit so erg nie, man? As jy van die school af komers, dan genoeg tyd, jy moet net nie achterraak nie, dis al. Maak om te keren as alles waar is. Maak pak in, maar die links en rechts werk uit. En is alles verniet, maar geloof my toch. Man, hier is die kut. Wat is seker vir jou geskop, nee. Maar jy moet nie bekommerd wees nie, man. Beloof my. Beloof my, jy gaan nie in die nacht wakker lê en dink aan jou ma nie terroriste nie. Want ek kan my man staan, jong, jy sal sien. My lady and we have had it all. Oh, give it now, it's your my lady. Maar vir wat roep hulle nou vrouwens op? Sal nie genoeg mans nie. Misschien is al die mans die voete deesdaal plat. Sies. Wat is sies is om jou? Is die meiskot die man? Jy krijg daar voete by jou maalse mense, vir alle ou pa. Ou Dik Piet het ons altyd vir hom gesê. Ook gaan wonder nie. Geen voet sal het hou onder die ou maag nie. Nee man, ons burgers het altyd die mooiste holvoete gehad. Maar die Kielans, nee wat. Maar is die goeie ding die vrouwens gaan ook nou opgeroep word. Ja, bykie oog hou oor die vloekerij, jy! Kom! Ja. Maar, wat gaan tannie Tina op die grens maak? Sy kan nie meer hol nie, sy kan nie saam die troepe onder een koude shower staan nie, sy vrou lach ek! Wat gaan hulle met haar maak? Daar is niks fout met jou tannie Tina nie. Sy kan nog oor en oor trouw sy net een man kan kry. Wat praat jy, is niks fout met haar nie. Ek denk, is een goeie ding wat ons weer een kans kry om saam in die baan te trek. Daar is een stuit te strui, daar is een nasie te lui, daar is bek. En nie net vir die mans nie, vir die vrouwens ook. Maar, op haar ouderdom? Hoekom nie? En hoekom nie ek nie? As die nou goed genoeg is om te gaan, hoekom nie ek ook nie? Jy sê die probleem is een NDP.
Ja, kaptein. Ik bedoel, nee, kaptein. Ik bedoel, dat kan niet wezen, kaptein. Maar het is, kaptein. Ik zie. Dat kan niet wezen, maar dat is. Corporaal, je begint mij nu raar kwart maken. Je voet er de hele nacht rond en dan kom slaap je op kantoor. Maak nu dat je hieruit komt en dat die vent inkomt voor ik je hieruit smijt. Kaptein. Morgen, generaal. Mijn nee, maar jij is nog jong. Hoe gaat het? Ik is nou in mijn groene woud van Kermkralse kant af, onthou je? Of, zal ik liever zeggen, manschap Groenewald is beter, nee. Kan ik maar zitten, want ik staan. Ik zie altijd die manschappen staan, altijd zo in die flikkers als zo bij die generaal is. Is dat fout? Mijn nee. Je wist dat de Groenewald zijn oproep van straks meteen. Dat is alles recht, ik heb gekeken. Heb jij? Wel een prachtige skiedung die, hè? Wat? Oh, oh ja, ja. Moet zeggen, ik moet jullie zitten mij op die kanonen, generaal. Nee. Ik bedoel, net die kanoniers schiet me om net hulle. Hoor hier, generaal. Julle moet mij toch alsjeblieft niet in die lugmacht toestuur nie, hoor. Alsjeblieft niet. Ik kan hoogtes niet vat nie, ek wil net spring. Enig iets anders niet, niet vliegtuig nie, dis niet van mij nie. Maar vrede, praat niet, ek is daar. Ik verstaan, mevrouw. Hoor hier, julle het genoeg geweren, generaal? Nee, ik bedoel, ja, ja, ons het genoeg geweren. Zet gerust, mevrouw. Het zou alweer dank je, corporaal Dippenaar. Is dat oulike seun? Van wat een dippenaar is hy, weet hy? Nee, nee, ik weet nie. Ik weet jou, hy kom daar van Steenbokskraalse kant af. Jy weet die wereld daar is moest vervuil van die dippenaars. Daar is ou Langjan Dippenaar. En sy broer Tewis is die zwaar Ollie. Wie is daar nog? Ken jy my generaal? Daar langs die rivier blij die hele lot van hulle, is ek reg om hulle. Nee, nee, ek ken hulle nie. Kijk mevrouw, ek weet nie hoe dit kon gebeur het nie. Weet ook niet wat we aan het gaan doen, maar jullie oproepinstructies. Hey, ik was nog nooit in zijn wees geweest. Nie. Kan jij het gloeien om te denken, ik ga hem nou van hoek tot kan weer krijgen? Hij wonderlijk. Hoor hier, generaal. Is ons mannen nog in Angola? Of is hulle al weer terug? Je weet, het gaan deze dagen vinden, een mens van is meer bij jou niet. Nee, ik bedoel, ja, hulle is al uitdekken. Ach, dat is nou jammer. Maar ons is zeker weer aangaan, nee. Ik heb nog altijd gezien hoe lijkt het daar. Ja, wel, dit hangt af van... kijk, mevrouw, wat ik eigenlijk bedoel is... hulle praat hier van Martinus Johannes. Groenewald. Groenewald. Dat is nou ik daar. Mijn pa is de enigste zien, kan je maar zien. Hij wil toch zo graag ingaan. Het vreselijk graag. Maar zie zo van mijn Tina. Al heeft hij mij Martinus Johannes genoemd door die dag van zijn dood. Maar mevrouw, is daar niemand anders bij jullie adres met diezelfde namen? Nie? Nee. Maar net mijn dochter, Johanna Gertreide, als jullie haar wil oproep, sê sommer vir my, ek sien hulle nou nou, hulle het my Pretoria toe gebring. Wel, mevrouw, iewers is daar fout. Iewers is daar groot fout. Ja, het is nooit stil om het kombuis. Ek het dat boe nie nodig gesien. Wil ons die kombuis en menasie tente hier op sit, hierdie kant die bus? Ja. Je weet, ons kan die menasie gebruik vir lesings, een soort opleidingscentrum of soorts. Ons het dat boe nie nodig, sommer een seil tussen twee palmbome gespan en dan is ons op die sand gesien. Hey. Maar het was warm. Nee. Wat? 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 Net daar met die troepen se tente kom. Hoi af! Hoi af! Die goeders die som trek water! Dag sê, waar kom die goeders oom? Nee, oom nie, commandant. Goed. Ek dink jy en my twee IB'en met wat waar. Ek wil so bekeer maar kyk. Twee IB wat, oom? Dis nou ek daai, billetjie. Kere en bevel. Van nou af kan jy sommer sê, luitenant. Koos. Ja, dis nou met terwijl ons met die army so goed bezig is. Ons moet die ding sommer van die begin af recht kry.
Luitenant, dat is een grande. Kan een man pik bij wil wees, oom? Ons lauwe ding. Oom, kan mijn man bij die transport zitten, oom. Ik weet alles van de lorry af. Vraag maar mijn pa. Alles van die lorry af, oom. Vraag maar mijn pa. Geen me die goed maak, Billy. Zo, meneer daar bij die huismer. Kom, kom, help je gewoon net hier goed in die kar te krijgen. Is haastig, moet die baie knap. Deur zijn weg. Nee, kaptein. Hoe komt niet wat hij afgedaan? Ze wil ons niet later kan komen als een kaptein. Ze wil drie maanden of wat. Toen dacht ik dat ze moeten pas bij die tuksters. Zij wil die tukkie man, ze wil beklein. Je zorgt dan dat zij wegkomt, zo. Als je een kraamgeval beledigt, zoek het ergens elders. Niet hier niet. Toe, gaan doen jou dan. Hoi. Hoor je, generaal, als jullie iemand zoekt voor kraamgevallen, dan kan jullie van mij vragen. Ik was bij toen Klintiaan van mevrouw Beyers geboren is. Ik weet wat om te doen, rechtig. Goed, dank je mevrouw. Baie dank je. Ons zal om haar voorzien. Baie dankie hoor. Tot ziens, geen groete vir die generaal, my kind. Dis 'n ander plek. Die daai arme generaal, hy maak nie net oorlog nie, dis tot kraam geval. Bly hier. Bly daar vir die manne. Hier. Goed, jy moet weer gaan. Ik denk voorlopig één zal voldoende is. Eén. Goed, dat zal zeggen. Wat gaan we met hem maken? Hij wil weten. Trek maar daar, kap hem vast. En daarom, lijkt of hij leiders eigenschap heeft. Ja, het lijkt of hij een goede organisatie vermoedt. Wat van stafsverzoek? Misschien een beetje hoog, maar... Wel is hij plaats. Ik denk toch zo. Trek ze hem op, kom. Trek hem. Stafs is van Brits. Ze zijn nogal makkelijk. Brits! Van vandaag af is jij stafs is van Brits. Ons is hem een staf. Geluk. Ik zei jou, dit is aan bak gaat de staf hoog, oom. Luitenant, staf, luitenant. Goed, oom. Oom is de zwaal ons als een van die daar net zo'n rechte almi, nee, oom. Hallo, ma. Dag, maar zit. Waar moet ik nou al die goed samenvatten? Is gewoon even de dag weg. Is te veel. Man, is mis op commando gaan, dan ga je op commando. En dan vat je genoeg kost samen, je klaar niet daarover niet. Is kost misschien jullie zo gewoond aan die dingen niet. Denk een spieletje, is jou aan de schoen. Ja. Maar ook niet helemaal waar, niet. Vat hem voor een kost. Is officier in die Congo. Of man oor 100, zoals je bijbel zegt. Zelf voor zelf. Engels. Hij is rechter. Prater, hoe is dat? Wat gaan jullie doen? Is het een operatie? Nee, oma. Nou maakt oma het voor mij baie moeilijk, Jenny. Zie jij voor mij iets weg, Basie? Is het nou een operationele gebied hier? Oma is vertrouwelijk. Ik kan niet bij je zijn. Al wat ik kan zeggen is, een speciale eenheid. Uitgezoekte mensen. Zo. En jij? Wat een speciale ding ga jij daar doen? Je hebt nog geen platvoeten. Ai, zie zo, man. Ik is een strateg of. Strateg. Of zoiets. Ik heb al die dingen gelezen. Ik weet waar elke generaal zijn fout gemaakt heeft. Duitsers in Rusland, de Fransen in Algerië en de Amerikaners in Vietnam. Maar wat ga jij eigenlijk doen? Jij nou, Koos Congo. Mama, hierdie keer blijf net tussen ons twee, asseblief. Ons gaan een terrorist van. Hier, in Kermkraal. Mama, nou nie skrik nie. Maar gister het een van jou probeer om die waterwerke op te blaas. Sommer hulle oor dag. Solank as wat ouma nie alleen na son onder buitenkant rondloop nie, sal niks om voor bang te wees nie, beloof. Terrorist, sê jy? Hy sê wat verbeel. Voor ons hier kon staan, hy probeer skrik maak. Onze vorm opvoedt het waar hij vandaan komt.
ek sien my naam werd nie. Jy by ons kom staan en neuk. Ouma? Môre sê jy. Ja, maar ouma, wat? Maar ouma, ek gaan vir ons botong ook insit. Sorg jy net dat jou mes geslyp is. Maar ouma kan nie saamgaan nie. Hoekom nie? As Tina Groenewald goed genoeg is om vir haar land te veg, ek ook. Wis die vijand uit. Wis uit. Uitvoering. Ja. Dis die vraag. Hoe doen ons dit? Ja, het is die vraag. Hoe doen ons dit? Weet waar gaan weer mag toe. Nie dat ek nie, julle ook, hoor sal. Want ons gaan 'n terroris vang, maar julle sê vir niemand nie, hoor. Ons is nou operasionele gebied. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Brits, hy bring ons een lekker vanskarretjie melk vir die plaas. Ja, dis goed, dis goed. Konan, ek het die vorms wat uitdik. Ek denk as elke keer die invul, dan weet ons wat hulle opleiding is en wat hulle kan doen. En dan weet ons ook sommer wat die oefeningbehoeftes is. Ja, dis goed. Je weet, Napoleon was verkeerd. Een leer masseer nie op die kos in sy maag nie, maar op die vorms in sy leers. As die vorms reg is, kan jy aangaan. Zijn nog niet voor mij? Heb je er nog alles, mijn kind? Ja, man. Je hebt maar de kussen vergeet. Is mijn krullers in? Nee, ik heb het ook vergeet. Zeg van alles. Hoe kom ze zo stil hier, mijn kind? Waar is die vijand dan? Nee, maar
wat hulle noem ongereelde oorlogvoering. Hy weet waar jy is, maar jy weet nie waar hy is nie. Ons moet hom nog soek. Nou toe, laat ons gaan begin. Ja, hierdie kant. Hier is jou oma, hier is die menasie. Ek denk daar is die officierstente. En... Kom hulle, baas. Ja. Oma, kom ons nou nie, oma! Kom nie, skiet nie, dit is ongeleven! Moet nie, skiet nie! Moet nie, skiet nie, dit is Bill Bruns van... Wat jou, skiet, skiet, dit is ons mense! Wat hulle dan, man, hulle skuldig! Oma! Hier is het. Die ANC swap over Limo Fabla. Kibane dank. Knop, wat by my! Wat by my, ek! Wat vlug hulle, man! Hulle skuldig! Genoeg, oma's nie, kind die verdomp! Dek my kom. Staan en neek! Dat gaan baas hier, as hier achter jou! Hey. Tjoe! Jo, ek is so opgewonde, ek kan nie wag nie. Dink julle, hulle sal ons vandag al grens toe stuur? Beslis nie vandag gaan die man nie lang is. Ach, my kind! Dit lyk net soos een officiële weermag, is het? Jong, die hele ding is so geheim. Ek dink ons moet maar 'n generaal of 'n ding loop soek. Wag, ek loop so lank. Generaal, hier in die veld. Is dit daar op een ander? Ja, nee, ek sien niks nie. Skoon hier. Daar is seker nie hoofmag nie. Wat ek verstaan. Ek dink op een ander daar voorgang keer. Ons eie mag te staan nie meer op 16. Oom, wie sê wat so skiet hier so? Ek het dan van my gat afgeskrik. Wat sê jy, Staf? Met wie praat jy? Oom, met oom hulle. Oom hulle raam ons die show hier so. En dan is daar logistiek en administratie en so. Papierwerk is, he? En, sein en bevel. Soos, wie is in bevel van die operatie? Wie is in bevel van wat? Waar gebeur wat? Hoe laat gebeur wat? En die kwestie? Niemand, steek in Afrikaans. Ek wil dit leer. Ook as ek in die army toe gaan. Oké. Okay. Basie? Ja, man. My kind, daar is jou kast daar achter. Die wagen dat daar mag om goed pak. Maar toch net hier achter, ouma. Hier. Môre, kommandant. Ek wys net gou vir ouma waarom al die beskou. Goed van 'n byl. Ag, die mens wat jy het oud geword. Môre, nee. My nek ook. Ek moet gaan kook, man. Kyk waar staan die son al. Bring julle vir my daai goed. Bring handie, bring ander goed as jy wag laat moet. Ja, dit is goed. Jy sou reg hoors moet nou. Bring daar so, kommandant. Daar sit jy dan net met my. Ek sien daar binnen. Wat maak hulle hier? Ek dog kommandant sê jy maar weet. Ek? Hoe sê ek nie weet? Ek weet nie. Ons het nooit daar aan gedink nie, maar die politie en die weerma gebruik hulle deesdae. Maar wat is ons standpunt? Ons standpunt? Hulle sê die politie en die weerma gaan hulle gebruik. As 'n vrou nie as haar man kan staan, dan sien ek nie hoekom nie. Kom. Van die weermag te verhoog. Yay! Ons is hier om die aanslag teen ons af te weer. Ons is hier om die vijand een nekslag toe te neem. Ja, soos ek gesê het, een nekslag. Burger! Ja, hoor mense. Oma! 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 Oma!
Burgers, ek wil net sê, vasbyt. Stop him!
mediese post moet regkry. Ja, nee. Hy's 'n harde man. Meedoenloos. Die sout van die aarde. Die ruggraat van die leer. Ja, nee, ons sal 'n mediese post nodig hê. Wat van die polisie of die army? Voer net bevele uit. Maar sê nou... Shut up! Jy word nie betaal om te dink nie. Wat ruik so? Hierdie is maag en klag en ons reg het huis toe. Maar bekom en nou is ons hier nou, asseblief ma. Vat het soos maar het kry. Oh, ek weet nie. Nou maar hoekom hardloop hy nie ook nie? Hoekom moet ons dit alleen doen? Wie is hy sodanig, hè? Toe ek vra jou. Maar is makkelijk ma. As my daar van nie moet ma net sê, dan gaan ons reg het huis toe. Sê net. Wat? Ek weghardloop vir daai monster. Dit sal die dag wees. Ek staan liever in skoene vol bloed en sê nie 'n woord nie, maar lekker kry sal hy nie. Hy sal my nie breek nie, jong. Ek sal hom wys. Breek se ding is, man. Woe! Uitstekend. Dis die resultaat van baie oefening. Jammer, wat is jou naam? Billy. Billy met 'n B. Damn vlieg. Laat ons aan padblokkade uit, so 1500. Ja, ek dink so, ek dink 1500, ja. Ja. Excuse, ek nie gesien, ek gaan sit daar nie. Ja, 1500, ja. Ek dink ons moet twee karre gebruik, dan gebruik ons billetjies en bakkie om te probeer deurkom. Ek kan drijf, ek kan nie sien nie. Ja. Samuur. Ja, verwyder hom. Verwyder hom. Doen die nodige stappe. Ja, doen die nodige stappe. Kommandant. Samuur. Luitenant. Jou uniform is onvolledig. Luitenant. Man, kan jy nie eens die draai links daar, man? Jy lê daar, jy lê daar, jy lê daar. Ja. 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 Ja.
die water, jongen, dan is leeg. Dankie. Ja, maar niet zo. Ja, ja, het is een paar saamgebrokken, maar nou niet uitdeeld, hè. Hoe is nu, Ronnie? Commandant, ons gaan later een beetje gaan skieten en gaan ons gevaar lopen, zeg. Ja, ja, ik denk zo. Eerst later. Ik is juist bang voor een ongeluk. Betekent ons nog maar dom. Kom. Kom, Billy, kom. Goed naar het gaan, jongen. Wat? Ja, toe. Deel uit. Waar begin ons? Die watertoren. Peloton! Trip! Peloton! Right! Diana! Hanska Burger! Beman die vuurstempost af die rode kaart! Nou, wat voor ding is dit? Dis waar die Puna moet praat. Beskerm die troepen hier by die vallek as al moeilijkheid kom. Kom maar met die mense dek. Wat moet ek hulle doen? Dek, manska burger, dek! Dis wat ek gedink het wat jy gesê het. Hoe durf jy so met my praat? Ek is jou looi, man. Kan jy nie skaam nie, sies? Wat moet hierdie mense van jou dink om nie eens van jou oorle pa te praat? Wacht nou, oma, wacht nou. Ik bedoel, jij moet schieten als die vijand komt. Oma moet hulle blaas, dat is al wat oma moet doen. Nou praat je aan de praatjes. Maar ik zie weer, pas ook voor jou, mannetje. Mandinelli, moet niet schieten zoals je zo gezegd hebt. Ons moet eerst doodzeker maken, zien, Antie. Geef mij maar koers, als ik weet wat ik doe. Rijd! Stap rechts! Je ziet publiek. Je komt van door aan de katavan. Doe op jullie posten, kom. Wacht tot het donker is. Stel die bommetje. That's it. Hoor jy, dan sê nou daar kom nou rechte mense aan. Wat maak ons dan? Nee, laat ons hulle stille. Vrouw, wat op slapdraai gereen het. Ek moet juist weet wat die vleispryse vanoggend op die vindisie was. En sê nou daar kom een terrorist. Wat dan? Laat hom kom. Blank al is vir hulle. Wie by ons kom staan, neek. Wai. Laat hem kom!
En nou ook je op het gezels. Ik ga het nou rust. Nou, wat maak ons nou met hom nou, as hom het? Hij is nog geen geconnecteerd. Maar wat wil je met hem doen? Die waterwerken. Die waterwerken. Die waterwerken. Dat is niks knop gezet. Hij wil die waterwerken samen met hem kort zijn koe die lichaam blazen. Mijn Nelly. Als me die politie bij wil hoe echt de daarvoor laat weet. Ik zal gaan, commandant. Maar dat is niet veel alleen, Bas. Nou speel ons niet meer, nie. Nou is het oorlog. Luister, ons moet die inlichting uit op die krijg. Mag die saak hoe nie, moet praten, gauw ook. Daar is baie, meneer. Ik wil alles van hulle weet. Alles. Ik wil weten hoeveel hulle is, ik wil weten wat hulle plannen is, ik wil weten alles, alles, alles. Dus kom altijd een beetje snij. Hoe wat bloei praat makkelijk. Soms kan ons maar achter aan billetjes een bakje vast, want aan de andere kant die die doorings sleep, as waar die doorings aan die andere kant. Maar die beste is, ons trek om als een 120 in een oor. Hallo?
Nou, stel jou kop. Waar is hij? Kom jullie, kom, kom. Uit die plaat uit. Commandant, ik rapporteer over die telefoon, commandant. Ja, wat zei die politie? Kom al. Nee, hulle kom nie. Hoe kom nie? Wat is die moeilijkheid? Nee, hulle het nie moeilijkheid nie. Die telefoon is dood. Mors dood. Dan jy, vast het bietjie daar. Wat die ene wil tante eerst hee? Die millimeter. Nou, geen millimeter. Commandant, met permissie gesê, ek dink nie ons kan dit toelaat nie. As hy skuldig bevind is en hy is verhoor, ja. Maar dit kan 'n internasionale incident veroorsaak. Wag my kind, laat sy. Laat sy. Gee die geweer, kom. Weg het jou. Laat die besluit aan my oor, Basie. Fusilering, commandant. Hulle gaan doodskiet. Danelli! Ver! Willekie, kom laai jy. Dankie. Ga jy praat? Ek wil my brother eerst zien. Praat vrye, Bert. Vrama. Reg! Volgende! Speak. Skiet maar, Andy. Billikie, die. Kom laai. Breng je goed. Volgens is een beetje kleiner. Ga je praten over het is goed? Ga voort. Kom je nog je pad? Wat sê jy nou? Ga jy nou praat? Vlieg in jou donder in, man. Danelli, die volgende een. Sê jy? Is dit stil, hoor? Onze die bom. Anders was die waterturing in die tijd al lang kalm in die lucht. Je weet, ik denk ons kan die ding nog maar uit. Ja. Nelly is nou in volle zwang. Jullie weten allemaal wat jullie nou te doen staan.
Al wat ik nou nog kan zeggen is, voorwaart en vast mij. Zop je. Kom maar dan. Van het bok. Brok. Van het bok. Vandaag de handmansmutter zoals per orders. Dat dat knop ze praat weg is. Hij sies belie, man. Maar sê as mens een groen paras van, dan word die lamp. Kijk die op die toering. Ek seker het die bom geplaatst. Kan gevaarlijk is. Hey, ons moet spring. Iemand met die bom gaan afhalen gauw. Iemand zit hier naar het worden moet uit. Ja, maar wie? Ons luggies terug. Basie, kreeg maar ons stokjes. Kijk dan. Onthou die wat kort stokkie trek met beklim. Thank you.
Wil ik niet liever gaan? Ek het die loodjie getrek. Wees versigtig, Billetjie, hoor. Goeie. Oké. Klimbilletjie, jy's amper bo. Klimbilletjie. Stap op hier net. Goed byt. Was ik zoet, ze is op die rem geboren. Wat hier staan, dapper helden elke man. Daar zijn taakie te verrug, met plezier, dit is ons plug. Van onze Davidinis, Davidinis, ons werk in die voorste linies. Davidinis, Davidinis, is niet moeilijk om te zien nie. Links, rechts, hou ons dop, nie van naar op ons kop. Daar is Terry's op te vang. Broek, staan stil, ek is nie bang. Van ons is Davidinis, Davidinis. Ons werk in die voorste linies. Davidinis, Davidinis. Is nie moeilijk om te sien nie. Links, rechts, hou ons dop. Nie bang haar op ons kop. Daar is Terry's om te vang. Broek, staan stil, ek is nie bang. Op zijn post, groot gevaren is ons kos. Zien jij dan het druppel zweet?
dit is vasbyt, moet jy weet.